Met die day op 6 juni 1944 begon de bevrijding van West-Europa en dat leidde uiteindelijk ook tot de bevrijding van Nederland. Want in september van 1944 was het zover. Aan het begin van de maand dachten mensen al dat de geallieerden in Nederland aan zouden komen, toen was het op sommige plekken zelfs even feest op straat. Maar dat bleek te vroeg gejuicht, maar uiteindelijk een paar weken later was het wel zover toen operatie Market Garden van start ging. En dat was een poging van de geallieerden, de Amerikanen en de Britten met name, om via Nederland Duitsland binnen te dringen. Want zoals je hier op dit kaartje rechts ook ziet, daar loopt een, een rode lijn, de Siegfriedlinie. Dat was een uh, Duitse verdedigingslijn die werd zwaar bewaakt en daar wilde de geallieerden eigenlijk omheen gaan. Maar goed, dat bracht wel een ander probleem met zich mee. Dan moest je dus wel de grote rivieren, de Maas, de Waal en de Rijn oversteken. En dan moest je dus die strategische bruggen die over die rivieren heen gingen in handen krijgen. Nou, dat werd gedaan door over land vanuit België via Eindhoven richting Nijmegen door te stoten en uh, vanuit de lucht om dan paratroepers te droppen. En zo moesten die bruggen in handen komen. En ja, er was ook steun vanuit Nederland zelf, want uh, onder andere via Radio Oranje werd er opgeroepen tot een grote spoorwegstaking. Het spoorwegpersoneel moest gaan staken zodat de Duitse uh, troepen niet vervoerd konden worden en zodat de Duitsers leveringsproblemen zouden krijgen. Aan die oproep wordt gehoor gegeven. Die spoorwegstaking die vindt plaats, maar toch mislukt operatie Market Garden. De Maasbrug bij Graven komt in handen van de geallieerden. De Waalbrug bij Nijmegen ook. Maar de brug over de Rijn bij Arnhem, dat is net een brug te ver, zoals ze dat dan zeggen. De brug die je hier rechtsonder ziet. En er eh, dus wordt flink gevochten bij Arnhem, de slag om Arnhem. Maar die wordt uiteindelijk verloren door de geallieerden. En Market Garden is dus mislukt. Vervolgens worden wel grote delen van Zuid-Nederland bevrijd van de Duitsers. Maar de rest van Nederland die blijft bezet. En dat leidt in de winter van 1944 tot grote problemen in het westen, in de Randstad. Want daar zijn hele slechte omstandigheden. En die leiden tot de zogenaamde hongerwinter. Nou, die was enorm koud. Het vroor heel erg. Hè. Er is ook twee keer een elf stedentocht geschaad bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt al genoeg. Er was een tekort aan voedsel, zeker in de steden. En dan krijg je dus van die taferelen dat, dat mensen uit de steden wegtrekken, uh, het platteland op gaan uh, bij boeren om voedsel komen bedelen. Dus zoals je hier ook op deze afbeelding ziet. En er was ook echt een tekort aan brandstof. En hier zie je dus uh, jongetjes die stukjes hout tussen de trambaan uit proberen te halen. Zodat ze nog een beetje uh, de kachel warm konden stoken. Want het was dus enorm koud. En tijdens die hongerwinter zijn de omstandigheden zo ellendig dat er zo'n 20.000 Nederlanders omkomen. Maar waar het in september 1944 niet lukte met die operatie Market Garden om ook het noorden van Nederland te bevrijden, lukt dat in 1945 wel. En op 5 mei is heel Nederland bevrijd. En dat is een dag die we nog steeds vieren. Hè? Maar voorafgaand aan 5 mei is er eerst uh, 4 mei, een jaarlijks herdenking, de dodenherdenking. Uh, van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En tegenwoordig ook van slachtoffers van allerlei oorlogen. Die worden op 4 mei om 8 uur 's avonds herdacht. En dan op 5 mei is bevrijdingsdag, de Dag van de Vrijheid. Dan wordt niet alleen meer de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog gevierd. Maar deze dag staat tegenwoordig in teken van de vrijheid.